Ik kan me de twee nog goed herinneren. Toen ik terug ben uit India, ben ik ook gelijk even naar mijn ouders gereden. Die zeiden, wil je hem nog een keer terugkijken? Ik had hem wel een paar keer voorbij zien komen, maar ik heb deze wel even een paar keer teruggespoeld thuis. Ja. Ik weet de goal nog precies. De bal wordt uitgenomen en ik wijs nog van, zou je niet kijken alsjeblieft, want ik sta hier helemaal vrij. En uit het niets gooit hij die hoge bal op mijn stropdas, zoals hij dat kan natuurlijk. Ja, dan is het gewoon een kwestie van zorgen dat je hem goed aanneemt en uithalen. En ja, hij vloog lekker binnen. Het ging eigenlijk zo snel en dat zorgde er gewoon voor dat het binnen een flits van een seconde was het, hing die in de touwen. De ontlading was gigantisch. Ik denk dat je het ook al kan zien op beeld. De expressie in mijn gezicht en ik probeerde het hele publiek mee te zwepen. Het was daarvoor was het vrij stil. Weet je. Zij voelden erbij ook al hangen. Het was 2-0 na de poolwedstrijd natuurlijk 5-0 verloren. Ja, dat zorgde wel voor een ontlading. En ik wilde daarmee een soort van aangeven van ga ons alsjeblieft ondersteunen nu, die laatste twee kwarten. En dan gaan we hem gewoon naar huis trekken. En het resultaat is helder. Ik heb ook in het WK tegen Korea heb ik ook een belangrijke was in de poolfase ook een belangrijke goal gescoord. Ook iets van 20 seconden voor tijd of zo. In de finale in het Nieuwe Wageningenstadion tijdens de EK. Ja, dat wil je als sporter en als hockeyer hier in eigen land. Ja, je wil natuurlijk belangrijk zijn voor het Nederlands elftal. Als je dan zo belangrijk kan zijn. Kan zorgen voor zo'n omkeer, dan behoort hij zeker wel tot mijn mooiste goal in mijn carrière tot nu toe. Ja.